heeft. Het dak is gewoon naar beneden gekomen. Holy moly. Zij lijkt echt heel echt gewoon. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een hele leuke video voor jullie. Of in ieder geval, eigenlijk gaan jullie gewoon deze video bepalen. Ik ga vandaag 24 uur lang jullie mijn dag laten bepalen in Amsterdam. Ik heb al heel erg vaak de vraag gekregen of ik een keer dit wilde doen. Dat jullie dus mogen bepalen waar we naartoe gaan. En ik dacht, wat is nou een betere plek dan gewoon in Amsterdam? Ik ben heel erg benieuwd waar we vandaag allemaal uit gaan komen. Ik ga dus de hele tijd stories plaatsen. En dan mogen jullie eigenlijk een van de twee opties kiezen. Dus ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. Ik hoop jullie ook. Doe dan ook even alvast een duimpje omhoog. En ja, dan gaan we nu opschieten en richting Amsterdam. Ik heb net de eerste story erin gezet. Ik zal ze ook wel steeds even in beeld zetten. En de eerste vraag is dus of we naar Joe & The Juice gaan of Starbucks. Tot nu toe, oh, het staat gelijk. Echt? Het staat 21-21. Oeh, dit wordt spannend, jongens. Goed, we wachten nog een half uurtje. Ja, we wachten inderdaad. Ik moet ze even op tijd steeds inzetten. Oh, nu staat Starbucks voor. Echt? Ja. Oh. Oké, okay, ben benieuwd, jongens. Ik moet ook wel zeggen, ik heb wel zin in Starbucks. Maar bij Joe & The Juice ben ik nog nooit geweest. Dus dat vind ik ook wel heel leuk, ja, als het dan die wordt. Ik wil ook wel iets nieuws proberen, eigenlijk. Oh, nou staan ze weer gelijk. Oké. Okay. Nou, we zien het wel. Hier was het tijd om eindelijk naar het centrum te gaan. Want Joep en ik zaten in een hotel iets buiten de stad. En in de tram bleven we maar kijken welke van de twee voorop stond. Want er waren super veel mensen aan het stemmen. Echt heel erg leuk om te zien. De story staat er nu precies een half uur in. En hij blijft de hele tijd gelijk. Het is niet normaal. Niet normaal. De hele tijd 50-50. Er stemmen super veel mensen. En je kan het dus niet van tevoren zien. Dus je moet erop klikken en dan zie je pas hoeveel het is. Dus ik vind het is heel gek. Het blijft gewoon de hele tijd gelijk. Maar ik ga nu nog één keer kijken en dat gaat hem gewoon worden. Dus ik denk dat het gewoon bijna 50-50 gaat zijn. Oké, het is nu 51% voor Joe & Juice. Dus daar, Joe & The Juice. Ja. Dus we gaan 51. Gewoon 51%. Het is echt, het verschilt letterlijk 4 stemmen. Dus oké, nou, dan gaan we daarheen en lekker een drankje halen. Ik ben er dus nog nooit geweest. Maar ik heb wel zin in. Ik vind het op zich wel leuk dat deze is geworden. Ik ook. Ik vind dat echt leuk. Top. En ik ga trouwens ook al meteen de volgende erin zetten. En die heb ik al wel van tevoren even opgezocht. We gaan erin zetten de stadswandeling of het Diamantenmuseum. Ik vond het wel grappig. Ben ik ook nog nooit geweest. Nee. Dus ja, we gaan het zien. We zijn er. Ik hoop dat die open is. Maar hij ziet er heel dicht uit. Die is niet open. Die is dicht. Wat doen we nu? Hij is dicht, hè? Ja, dit is echt dicht. Wij staan nu dus bij Joe & The Juice. En dus hangt hier dus een briefje dat er iets is gebeurd. En Joep zegt, het dak is gewoon naar beneden gekomen. Ik snap Holy moly. What happened? Oh, dit is wel echt heel zielig. Ja. Ik hoop jullie het kunnen zien. Maar het dak is gewoon, ja, dit zie je wel. Dit zie je wel. Het dak is gewoon helemaal naar beneden. Oh, wat erg. Nou, oké. Okay. Nou, dan gaan we naar de volgende toe. Let's go. Weer een kilometer lopen, hè? We gaan ervoor. We gingen dus onderweg naar de volgende Joe & The Juice. Dit was ongeveer 15 minuutjes lopen. En toen we daar aankwamen, zag ik dat het best wel druk was. Dus meer mensen hadden het idee om hier naartoe te gaan. Ik vond het wel lastig wat ik moest kiezen. Omdat, zoals ik al zei, ik er nog nooit geweest was. Maar ik heb toch een keuze kunnen maken. Thank you. Wij hebben ons drankje. Eindelijk. Ja, deze tent eindelijk had nog wel een dak. Deze had wel een dak, inderdaad. Ik heb de Hell of a Nerve, volgens mij. Met aardbei, banaan en vlierbloesem. Ik vind hem echt heel erg lekker. En Joep heeft de Energizer met appel. Ananas proef ik. En nog iets. En nog iets. Maar ik heb daar energie voor 10. Ja. Oh, ik vind het echt lekker. Echt zeker een aanrader. Het is tijd voor de volgende keuze. En hier was er dus wel echt een duidelijk besluit. We hadden dus de stadswandeling op het Diamantenmuseum. En ja, de stadswandeling heeft duidelijk gewonnen. We hadden dus wel elkaar het ook gekocht voor het Diamantenmuseum. Ja. Omdat je overal moet reserveren met corona.
Maar ze waren maar 4 euro. Thanks corona, ja, dus het was helemaal niet duur. Het valt zo mee. Het is helemaal niet duur. Oké, nou en nu gaan we dus een stadswandeling doen. We hebben net al wat even wat dingen opgezocht, een beetje de highlights. We gaan even langs het Rijksmuseum. Vondelpark stond bovenaan. PC Hoofd. Ja. Dat soort dingetjes. Ik ben benieuwd. Ik heb er wel zin in. Het is ook mooi weer, dus dan vind ik het echt helemaal top. Als het lekker weer blijft, vind ik het helemaal prima. Als het nou regende, dan was ik echt niet blij geweest hiermee. Maar nu ben ik echt wel blij met deze keuze. Oké, jongens, hij zit ook gewoon letterlijk hier. Kijk, daarachter is het Rijksmuseum en hierboven zit dus het Diamantenmuseum. Ja, daar gaan, daar gaan wij niet naartoe. Niet naartoe. Oké, welke kant zullen we? Zullen we eerst gewoon echt naar het Rijksmuseum lopen? Nou jongens, we zijn bij de eerste stop. Het Rijksmuseum. Het was heel lekker weer, dus echt top om door de stad te gaan lopen. Nadat we bij het Rijksmuseum waren geweest, gingen we door naar de PC Hoofdstraat, waar we ook allemaal super vette auto's tegenkwamen. En toen kwamen we aan in het Vondelpark. En ja, hier zie je ook het zonnetje. Was echt heerlijk. Tijdens het lopen heb ik ook de volgende story geplaatst. Dit keer ging het erover waar we moesten gaan lunchen. En het ging tussen Café George en de Avocado Show. De volgende story was weer een nek-aan-nek race, maar uiteindelijk heeft dus de Avocado Show gewonnen. Ja. Dus we zitten er nu, we hebben dus ook al wat eten, we hebben deze lekkere toast, ik weet niet precies wat er allemaal op zat. En dus nachos, we gaan een beetje samen delen. Helemaal zin in, nou smakelijk. Ook echt een leuk tentje dit. Klopt. Het is nu bijna 4:30 en ik heb dus net weer een nieuwe story erin gezet. Of we dus een rondvaart gaan doen of naar Madame Tussauds gaan. En de rondvaart heeft net met 8% meer gewonnen. We hebben alleen een probleem. Want het is dus, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar het is dus Gay Pride hier. Het is zo druk. Het is heel erg druk. En de boten zijn dus bijna al, ja, ze zeggen gewoon het is heel erg druk. Allemaal volgeboekt voor de komende 3 uur als we een keertje mee wilden. Ja, dus we gaan toch naar het andere. Op zich, die heeft ook maar met een paar. Hij heeft net verloren. Ja, net. Dan. Het is maar 8%. Dus we gaan toch naar Madame Tussauds toe. We wisten ook gewoon echt niet dat het Gay Pride was. Dus daarom, anders had ik ook wel daarvoor tickets gereserveerd. Alleen, ik had echt geen idee. Hier stonden we in de lift om naar boven te gaan bij Madame Tussauds. En toen we boven aankwamen, gingen we al eerst naar een soort koepel waar je een introductiefilmpje kreeg. Ik moet zeggen, ik was al ooit een keertje geweest, maar dat is zo lang geleden dat ik er eigenlijk niets meer van weet. Dus heel erg leuk om weer te zien. Oeh jongens, kijk even. Het is Johnny. Johnny Depp. Johnny. Echt vet dit. Oké, ik kom met hem op de foto. Oh, ik vind het wel vet gemaakt hoor. Wow jongens, zij lijkt echt heel echt gewoon. Ik vind het bijna één. Niet normaal hè? Vet gemaakt joh. Hoe gaat het naast staan? Hij is echt klein. Wij lopen nu op de Dam. Het is wel gestopt met het mooie weer. Het regent nu net niet meer. We hebben net even ergens binnen gezeten om even te schuilen. En nu gaan we eens kijken of we bij het W Hotel wat kunnen gaan drinken. Want ik kreeg daar en al tips over. En ook al Frederike zei vanochtend dat dat echt heel erg leuk is. Dus ik hoop dat ze nog een plekje hebben. Maar volgens mij is het wel een geliefde bar, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben benieuwd. Wij zitten nu bij het W Hotel en het begint buiten echt keihard te onweren. Ik dacht echt van, oh, wat is dit? Maar wij zitten in ieder geval droog. En de volgende story is dus ook weer bekend. Namelijk, de rosé heeft gewonnen. Ik vind hem wel heel erg lekker. Ik hou ook van rosé. Dus jongens, jullie hebben... Ja, je hoeft de witte, maar jullie hebben de goede keuze voor mij gemaakt. Want ik vind het echt toppie. Alleen het weer is wat minder. Minder top.
Het is nu de volgende dag. Gisteren zijn we nog wel naar een barretje geweest. En toen wilde ik eigenlijk weer aan jullie vragen welke cocktail ik moest doen. Maar toen dacht ik, oké, anders wordt het echt één grote dikke spam. Dus dat was nog heel erg gezellig. En nu is het dus weer ochtend. En ik heb net een nieuwe story geplaatst. Of Joep en ik naar de fitness moeten gaan of naar de spa. Ja. Nou, je kan zien wat het geworden is. Jullie waren aardig voor ons. Jullie waren heel aardig. Tenminste, ik heb net gekeken, maar ik weet niet of het nu nog steeds zo is. Kan je nog even kijken? Het was echt 80% zei... Toppie, maar we hebben dus al... Oké, beter. De badjas aan, dus dat is chill. Kijk, deze hebben we gewoon van het hotel gekregen. Is wel heel lang. Bij Joep was die beter. Dus wij gaan er nu snel vandoor, want volgens mij mogen we een uur in de sauna, spa. En volgens mij zijn we alweer 10 minuten verder. Dus let's go. Nou jongens, hier is dus de gym. Daar gaan we dus niet naartoe. Ik denk dat we weer even een handdoek moeten pakken, of niet? En dit vind ik dus altijd heel erg chill, want dit is zo'n stoombad. Zo'n stoomcabine, zeg maar. En dit is gewoon een sauna. Wij zijn weer terug uit Amsterdam. Ik zie er trouwens in het licht echt uit als een spook. Ik weet niet wat er aan de hand is, want ik ben nog best wel bruin voor vakantie. Ik zie er echt heel erg wit uit. Maar in ieder geval, wij hebben echt een heel erg leuk weekend gehad. En ik wil jullie dus ook allemaal bedanken voor het stemmen op alle stories. Ik had nooit zoveel stemmen verwacht. Dus superleuk. En verder hebben we ook allemaal andere dingen gedaan. Ook trouwens in de vorige vlog, dus in de vorige video, hebben we ook nog wat leuke dingen in Amsterdam gedaan. Dus wil je die nog zien, kijk dan ook zeker even. Want echt, de ijsbar in Amsterdam... En Blue Amsterdam, wij waren er nog nooit geweest. Ik heb ook expres de ijsbar niet in deze video gedaan, omdat ik daar sowieso naartoe wilde. Dus ik dacht echt, oké, ik vind dat jullie hele goede keuzes voor ons hebben gemaakt. Maar die wilde ik sowieso doen, dus vandaar dat ik die niet in deze video had zitten. Maar ja, als je dus nog ooit leuke aanraders voor Amsterdam nodig hebt, ga echt daar naartoe. Ik hoop in ieder geval dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan ook zeker even een duimpje omhoog. En ik ben benieuwd of jullie nog andere leuke steden weten waar Joep en ik binnenkort een keertje naartoe kunnen gaan. Want we merken toch wel dat we vaak... Ja, we komen niet heel vaak in Amsterdam, maar je gaat dan toch vaak terug naar Amsterdam. En verder komen wij vaak in Eindhoven, Den Bosch, Nijmegen, Arnhem. Maar daarbuiten niet echt. Dus woon je ergens wat heel erg leuk is of leuke restaurantjes heeft of iets, laat het dan zeker weten. Want ik vind het echt wel leuk om meerdere plekken in Nederland te gaan bekijken. En ik had gewoon ook zoveel aan jullie aanraders op Instagram allemaal. En aan die leuke plekjes. Dus daar ben ik jullie echt heel erg dankbaar voor. Wil je in ieder geval mijn volgende video's niet missen, kan je ook altijd even abonneren op mijn kanaal. En het belletje aanzetten, want ik zie dat er best wel veel mensen kijken die niet geabonneerd zijn. Dus je zou me daar heel erg mee helpen. En dan hoop ik je de volgende keer weer te zien. Doei!